We hebben in een eerdere video al aangetoond dat de Koran in de media standaard verkeerd wordt geciteerd. Het meest voorkomende voorbeeld hiervan is Surah 5, vers 32. Ik heb een Koran ook in de hand en die zegt, zoals ik hem lees, als je één mens hebt gedood, dan is het alsof je de hele mensheid hebt gedood. Nou, dat staat er helaas niet. Er staat, wie een mens doodt, behalve als vergelding voor moord of het zaaien van verderf op aarde, daarvan is het alsof hij de hele mensheid doodt. Dat is dus geen kwestie van een meningsverschil over de interpretatie, maar een kwestie van het weglaten van tien woorden uit de zin die je aan het citeren bent. Daarmee misleiden ze de kijker omdat het daadwerkelijke vers juist blootlegt dat er wel degelijk een doodstraf is binnen de islam en dat deze op allerlei manieren kan worden ingevuld dankzij de vage term het zaaien van verderf op de aarde. En dit is niet het enige incident. We zien dat dit vers eigenlijk aan de lopende band op corrupte wijze wordt geciteerd, zoals hier bijvoorbeeld op Twitter. Door vermoedelijk een niet-moslim die de veelgehoorde corrupte versie gewoon voor waar aanneemt en het deelt met de wereld. En zie het gevolg. Meer mensen nemen het over. Allemaal mensen die op basis van foutieve informatie aannemen dat de islam een religie van vrede is. Want als er zoiets moois in de Koran staat, dan kan het toch nooit waar zijn dat die radicalen gelijk hebben? En hier lezen we dat Marlies ter Borg, notabene een filosoof die boeken schrijft over de islam, precies dezelfde fout maakt. Maar goed, Abu Taleb is burgemeester en Marlies de Borg filosofen, dus het kan zijn dat zij uit onwetendheid of wishful thinking spreken, of simpelweg vanuit demagogische overwegingen. Dat zij de Koran corrupt maken, is natuurlijk erg en iets waar ik, als ik moslim was, me best druk over zou mogen maken. Alleen het wordt pas echt eng als we zien dat zelfs imams deze fout maken. De heer Yassin Al-Fourqani is een bekende imam die een vreedzame versie van de islam predikt maar ook hij kan die vreedzame islam kennelijk alleen volhouden als hij corruptie toepast op de Koran. De imam die tijdens dit interview met het financieel dagblad beweerde de Koran uit zijn hoofd te kennen, citeert surah 5 vers 32 eveneens niet correct. Hij zegt namelijk dat er staat wie een onschuldig mens doodt, die heeft de hele mensheid gedood. Er zijn een paar redenen om aan te nemen dat de heer El-Furkani hier bewust corruptie op de Koran toepast. Ten eerste, hij is imam en heeft, in elk geval volgens de redactie van het FD, gezegd dat hij de Koran uit zijn hoofd kent. Dan zou hij dus moeten weten dat hij hier de boel verdraait. En ten tweede, hij corrompeert de Koran hier op een iets slimmere wijze dan de mensen die uit onwetendheid lijken te spreken. Hij verlegt de woorden van Allah namelijk zodanig dat de interpretatie erin wordt meegenomen door de beschermde mensen de onschuldigen te noemen. Alleen doet de heer Al-Furqani dit uiteraard niet door een westerse bril, maar door een islamitische. Hij interpreteert dit vers dus met de islamitische definitie van onschuld. En die definitie is natuurlijk niet gelijk aan die van het Westen. In de islam krijg je namelijk de doodstraf voor zaken als homoseksualiteit, overspel en afvalligheid. Maar dat hoort de Westerling er niet bij. Hij hoort het woord onschuld en heeft daarbij zijn eigen connotaties. Op die manier denkt de Westerling al snel dat de Koran leert dat je geen mensen mag doden die hij als Westerling onschuldig zou noemen. Het moge duidelijk zijn dat dit een volledig verkeerde aanname is. Voor de volledigheid citeer ik het vers nog een keer, waarna ik ook het opvolgende vers zal citeren, waarin we aantreffen wat de straf is voor moord en het zaaien van verderf op aarde. Vers 32. Daarom hebben wij, de kinderen van Israël, voorgeschreven dat voor wie een ziel doodt, niet voor een ziel of het zaaien van verderf op aarde, het is alsof hij alle mensen doodde. En dat voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle mensen deed leven. En waarlijk, onze boodschappers kwamen tot hen met duidelijke tekenen. Vele van hen waren daarna overtreders op de aarde. Vers 33. Voorwaar de, de vergelding van degene die oorlog voeren tegen Allah en zijn boodschapper en naar het zaaien van verderf op aarde streven, is dat zij gedood worden, of gekruisigd worden, of het afhouden van handen en voeten aan tegenovergestelde kanten, of dat zij uit het land verbannen worden. Dat is voor hen een vernedering op de wereld... en voor hen is er in het hiernamaals een geweldige bestraffing. Einde citaat. Hoe vredig klinkt het vers nu nog... nu we weten dat je wel degelijk mensen mag doden in de islam... wanneer deze, volgens islamitische normen en waarden... schuldig zijn bevonden aan een daad die zwaar genoeg is. Hoe vredig klinkt het vers nu nog... nu we weten dat de uitvoering van die straf gepaard gaat... met het afhakken van handen en voeten... en het doden en of kruisigen van een mens. Wie nu denkt, ja maar dat was toen moet zich beseffen dat het vers daarvoor waarmee eerder nog geprompt werd vanwege zogenaamde tolerantie, dan ook alleen voor toen was. We kunnen natuurlijk niet in zulke grote mate aan willekeur doen dat het ene vers corrupt kan worden gemaakt en voor deze tijd zou gelden, terwijl het vers daarna opeens niet meer van toepassing is op het moderne tijdperk. En tot slot geven we u nog een theologische implicatie mee, namelijk dat de Koran juist vanwege het bezitten van dit vers niet van God kan zijn. Het vers komt namelijk bijna woord voor woord uit de veel oudere Talmud. Een joods commentaar op de Torah dat door geen enkele moslim als openbaring kan worden gezien. En dat terwijl de Koran toch echt beweert dat het aan de Joden is geopenbaard. Wat het nog ironischer maakt, is dat de corrupte versie van Soera 5, vers 32 juist weer wel de versie is van de Talmud. U ziet dat hier in beeld, waar u een Engelse vertaling aantreft van de Babylonische Talmud Sanhedrin 37a. Gematigde moslims en apologeten hadden kennelijk liever gehad dat hun Koran iets meer leek op een boek dat is geschreven door Joodse rabbijnen, ver voor de tijd van Mohammed, aangezien ze steeds de Joodse variant citeren en de manier waarop Allah het uitsprak links laten liggen. Ook met deze video hopen wij weer te hebben bijgedragen aan het sturen van dit islamdebat richting de islamitische daadwerkelijke bronnen. Bedankt voor het kijken en god zegen.